Dat deze er zo feestelijk uitziet? Ja, hoe komt het dat deze er zo feestelijk uitziet? Ja, het is voor verjaardag. Verjaardag? Jarig. Dan maak je hier, hè? Oh, maar ja, ik ben niet jarig wel. Dan ben je niet jarig. Oké. Okay. Yay! Nou, dat gaan we even hier doen. Waar koop je deze stick? Deze heb ik tweedehands ergens gevonden in een kringloopwinkel. Bye.
vrouwtje. Dat is wel leuk, hè? De hamsteeg. Het is niet vegan, Kim. Oh, man. Kijk. Deze kan jij gewoon eten. Ik kan hem ook gewoon laten lopen en dan... Wauw. Mooi, man. C. Nee, ze hebben glutenvrij. Niet meer, maar als je op tijd komt. En is het dan ook vegan? Dat niet. Ah, oké. Okay. Okay. Ah, is goed. Dankjewel. Jo. En dan kunnen we het masseren. Nee, dat is waar. Met een beetje azijn en zout. Dan hebben we wel bladgroenten, maar die blijft wel goed. Dat is juist fijn als die een beetje zacht wordt. Ja. En tomaten is ook lekker, denk ik. Tomaatjes, pamkool. Je hebt een zakje voor de pamkool of zal ik hem dan... Heb je een mooi zakje ervoor? Oh, je begint... Oh, kijk. Je hebt ze bij de concurrent gekocht. Deze. Ja. Ja. Want, bij de Lidl. Ja. Ja. Niet eens bij mij gekocht. Hé, hey, hallo. Ik heb ook zoiets van jou. Maar ik waren niet gemist. Plaagje. Kijk eens, Blast from the Past. Ik ben die grote kwijt. I know. Ik snap ook niet hoe dit kan, maar ik kan hem dus nergens vinden. Jammer. Kan ik je helpen?
Ja, eentje die. Wil je maar een paar van doen dan? Ja joh. Dan gewoon, en desnoods dan kunnen ze ook van ernaast eten. Met je kaas. Dat is heel chic. Pruimen en kaas. Kombucha. Organic probiotic. Ja, doe maar. Ja. Ja. Nope. Bounty taart en zonsondergang. Wat wil je nog meer? Niks. Wijn. Wij zijn gelukkig. Wijn, oh ja, wacht. Wijn. Cheers. Ja, die van mij is al op. Oeps. En daar is die van mij. De zon. Het gaat onder.